vieze hond? Ben jij een lelijke kat? Ik heb een vieze tekel onder mijn schoen. Dat oh! Elke woensdag een nieuwe video. Word abonnee! Hallo allemaal, waarom gooien leerlingen propjes naar elkaar? Vandaag het antwoord. Wat is er? Wat zit je nou te lachen? Nee. Je bent, wat is er aan de hand? Ik ben even met mijn eigen werk, kijk op en ineens is er iets. Nee, Anita, wat doe jij met die twee dingen? Wat is dat? Dat waren propjes. Dat waren propjes? Is een propje naar jou gegooid? Ja. Ik begin meteen te lachen. Ja. Vind je leuk een propje gooien? Ik vind het wel leuk. En je weet ook voor wie dat propje komt? Zeker. Ja? Ja. Nou, lijkt me niet fijn om een propje te krijgen, toch? Wow. Staat er ook wat in of zo? Je het ook lezen? Ja, u mag het lezen hoor. Mag het lezen? Leuk hè? Leuk hè? Nou, ik vind ik niet echt leuk dit. Wat staat hier dan? Vuile trut. Wat leuk. Staat er. Maar dat is toch niet leuk om te krijgen, of wel? Dit was zo opgevouwen of zo. Ja. Wat? Ze gooit naar mij en weet je, ze is ook zelf een vuile trut, dus dat maakt ook niet uit, hè? Oké dan, gaan we nu zo doen. Ja. Nou. Maar wacht even, wie heeft hem jij weet gegooid? Ik zie jou dus zo in de pauze. Ja, ik zie jou ook zo in de pauze. Drusilla, heb jij dat gegooid? Ja. Nou, dat is niet zo leuk lijkt mij, toch? Hoezo niet? Dat was een cadeautje van mij naar haar. Oh, het is een cadeautje? Ja. Ah. Wat? Dus, ja, jullie snappen mij sowieso niet. Het is een cadeautje. Dus. Oké. Okay. Jij vindt dat niet erg? Nee. Waarom zou ze het erg moeten vinden? Ze is toch zelf ook een vieze trut? Oké. Okay. What the fuck? Oké dan. Ja, wat heeft Drusilla daarop te zeggen? Als ik een vieze trut ben, wat ben jij dan? Ja, wat ben ik dan? Jij bent een kutwijf. Ben ik een kutwijf? Ja, dat ben je. Ben jij een teringwijf? Ik ben een teringwijf. Jij bent een teringwijf. Jij bent een vieze hond. Dat is een hond. Ja, dat ben je. Hey, nou gaat het een beetje. Een lelijke kat. Hallo. Jij hebt een vieze krekel onder mijn schoen. Dat oh! Nou, Drusilla, dit vind ik niet echt. Gaan? Ja? En nou begin je weer te lachen. Wat is dit? What the fuck? Maar zitten jullie elkaar uit te schelden? Wat is dit nou? Zitten jullie elkaar nou uit te schelden? Het is gewoon een vuile trut, dat is het klaar. Ja. Ben jij mee eens? Ja. Ben je ook moet het ermee eens zijn, want anders weten ze dat ze problemen krijgen. Ja, en dan gaan we weer in de pauze. En gaan we weer vechten en weet ik het allemaal. The fuck? Moet ze weer de nagels doen? Moet ik weer mijn wimpers gaan doen? Weet je? Is het nou, wacht even hoor, want dit is natuurlijk helemaal niet leuk dat jij dat gooit. Is dat nou een grapje Hoezo of zo? Hoezo is het niet leuk? Het is toch een cadeau? Een cadeau? Ja, Drusilla. Het is een cadeau van mij naar haar toe. Ja, wil jij een cadeautje terugsturen nog? Ja, nou, dat is goed. Nee, maar jij doet er heel laconiek over, maar ik vind het gewoon niet, dit lijkt toch niet fijn als je vieze trut wordt gezegd? Niet. Ik word elke dag een vieze trut genoemd. Door wie dan? Door haar. En jij dan, Anita? Word jij ook vaak vieze trut genoemd? Ja, altijd. Door wie? Ja, door Drusilla. Door wie anders? Hier. Wat staat er op? Teringwijf. Dat vind je leuk? Ja, dat vind ik leuk. Ik vind dat een mooi compliment. Dat is aardig. Dat is mijn cadeautje terug aan haar. Dankjewel. Ja, teringwijf. Laat ik zeggen, ik vind het raar. Ja, jij vindt een heleboel dingen raar. Jullie kunnen wel elkaar een knuffel geven of zo. Ja. Dat wel. Vind je vandaag niet? Of? Nee. Maar laat eens zien dan. Ik bedoel, was... Ik ben niet zo'n touchy person. Oké. Okay. Maar... Voor dan nu. Je hebt geen roos nu of zo. Dat zo... Nee. Heb jij luizen vandaag? Nee, vandaag niet. Ik weet het, dan doen we wel een luchtknuffel. Hey. Oké, okay, nou. Nou, dat zet ik dan even onder de categorie redelijke vriendinnen met elkaar. Toch? Het is gewoon een teringwijf. Oké, okay, nou ja, goed. Drusilla, ja. Ik denk, begrijpt iemand dit of deze manier van communiceren? Volgens mij niemand. Niemand, oké. Okay. Goed, we gaan verder met de les.
Maar geen propjes meer gooien, dat vind ik niet fijn. Oh. Nee, dan ga je het gewoon maar in mekaars oor fluisteren. Je bent een vieze trut, dat je dat in, mekaars oor fluistert. Er zijn heel verschillende manieren van... er zijn heel veel verschillende omgangsvormen en dit is er dus ook één van. Laten we maar dat concluderen, stellen, een streep eronder zetten en de punten erbij. Precies. Dankjewel. Nou kun je ook weer aan het werk, hè? Vieze trut. Hoi! Oh, dan mag ik het niet zeggen! Nee, echt! Dan mag ik het niet zeggen! Nee, natuurlijk niet! Nou, oké, sorry. Dat is heel anders. Heel raar. Dit vind ik heel vreemd. Oké, oh, wat anders. Oké. Dan niet, dan is dat mijn fout. Ik begin steeds minder van deze wereld te begrijpen. Ik ben in de war. Nou, oké. Ga maar gewoon lekker naar je werk. Hè? Ja, ik ben in de war. Wat denken jullie? Hebben Anita en Drusilla echt mop met elkaar of niet? Laat het me weten. Dank voor het kijken. Tot volgende week. Hoi.